Hoi, in deze video ga ik je leren hoe je de digitale klok kunt aflezen. Aan het einde van deze video weet jij bijvoorbeeld hoe 11:15 er in de ochtend uitziet op een digitale klok. Welkom bij Wijzer over de basisschool.nl. De doelen van deze video zijn: ik kan de digitale klok aflezen in de ochtend. En ik weet hoe ik de kwartieren en halve uren moet aflezen op de digitale klok. Dit is een digitale klok. Je kent hem vast wel. Je komt hem namelijk vaak tegen op wekkers, computers, ovens, telefoons, tablets en nog veel meer apparatuur. Maar hoe lees je nou de tijd af op deze digitale klok? Dat ga ik je uitleggen. Je ziet 4 cijfers op deze digitale klok. 2 voor de dubbele punt en 2 erachter. Voor de dubbele punt staan altijd de uren die al zijn geweest. En achter de dubbele punt zie je de minuten die zijn geweest. Op deze klok zie je dat er 9 uren voorbij zijn en 10 minuten. We zeggen dan: het is 10 minuten over 9. Of kort gezegd, 10 over 9. Dan deze klok. Je ziet op de plek van de uren 11 staan. Dat betekent dat het 11 uur is geweest. En kijk naar de minuten, daar staat 05. Het is 5 minuten over 11, 5 over 11 dus. We doen er nog eentje, deze klok. Je ziet nu bij de uren een 3 staan. En bij de minuten, daar staat 00. Dat betekent dat er geen minuten voorbij zijn en dat het precies 3 uur is. 3 uur ziet er dus zo uit op de digitale klok. En dit? Juist, op deze klok is het 12 uur. Ik wil nu wat meer gaan vertellen over de minuten op de digitale klok. Wist je dat er 60 minuten in een uur zitten? Dat is iets belangrijks om te onthouden. Een uur heeft 60 minuten. Je ziet bijvoorbeeld op de klok 8 uur 59. Dan is het volgende dat je ziet 9 uur 00. Want als de 59ste minuut helemaal voorbij is, begint het nieuwe uur. Dan springen de minuten naar 00 en de uren springen er eentje vooruit. Hoe laat is het op deze klok? Er staat 3 uur en 15 minuten, dus 15 over 3. En deze klok dan? Hier staat 45 over 1. En deze klok? 6 uur en 30 minuten. 30 over 6. Het zijn wel een beetje rare teksten die ik nu zeg. Ik heb nog nooit iemand horen zeggen: je moet om 45 minuten over 1 thuis zijn. Of we gaan om 30 over 6 eten. Nee, zo zeggen we dat niet. Deze 3 klokken spreken we anders uit. 15 minuten is namelijk hetzelfde als een kwartier. En 1 kwartier spreek je uit als 11:15. Dus als je op de digitale klok 15 minuten over 3 ziet, dan zeg je: het is 11:45. 45 minuten is hetzelfde als 11:45. Dus als je op de digitale klok 1 uur 45 ziet, dan zeg je: het is 11:45. 30 minuten is hetzelfde als een half uur. Dus 6 uur 30 spreek je uit als 6:30. Wacht even, dat ging misschien een beetje snel. Die 15 minuten, die snappen we wel, hè? 15 minuten is 11:15. Deze klok is het dan 11:55. Op deze klok is het 11:07. En op deze klok is het dan 10:15. Dan nog even met die 45 minuten. We hadden deze klok. 1 uur en 45 minuten. Ik heb je net geleerd dat je 45 minuten uitspreekt als 11:45. Op deze klok is het 11:45. 2? Zei ik nou 2? Ja, zeker weten. Het is 11:45. Zoals ik in het begin al vertelde, geeft de digitale klok aan welke uren en minuten er al zijn geweest. Op deze klok is het dus al 1 uur geweest.
Anders kon ik die 1 echt niet zien op de klok. Dus als het 1 uur is geweest, dan is de klok op weg om 2 uur te worden. En er zijn al 45 minuten voorbij 1 uur. En ik heb je geleerd dat als je 45 minuten uitspreekt als kwart voor, dus je noemt nu het uur waar de minuten voor zitten. En dat is 2 uur. En daarom zeg je kwart voor 2. Hoe laat is het dan op deze klok? Ik zie 3 uur 45 staan. 45 weet ik, dat is kwart voor. Kwart voor welk uur? Het is al 3 uur geweest, dus het is bijna 4 uur. Dan is het dus kwart voor 4. Ja, en deze weet ik nu ook. 8 uur 45. Dan is dat kwart voor 9. 9, want het is al 8 uur geweest. En dan nog even met die 30 minuten. Ik heb je geleerd dat je 30 minuten uitspreekt als half. Dat komt omdat een heel uur 60 minuten heeft. Weet je nog? Dat was belangrijk om te onthouden, hè? Dat zei ik net. Een half uur is dan de helft van de 60 minuten. En de helft van 60 is 30. Als er 30 minuten op de klok staan, is er dus een half uur voorbij. Of het duurt nog een half uur voordat het nieuwe uur begint. 30 minuten geeft dus aan dat de klok precies op de helft is na het volgende uur. Volgende, want de digitale klok geeft aan welke uren al zijn geweest. Dus op deze klok is het 30 minuten over 6. De klok is nu precies op de helft. En ik zeg, het is half. Maar half wat? Half 7, want de klok is op weg naar de 7. Dat moet je goed onthouden. Bij half zeg je dus de tijd waar de klok naartoe gaat. Op deze klok, 9 uur 30, is het dus half 10. De klok is op weg naar 10 uur. En op deze klok, daar is het half 2. Je weet nu hoe je 15, 30 en 45 minuten moet aflezen en uitspreken op de digitale klok. Wil je ook nog weten hoe je de minuten moet aflezen op een digitale klok, zoals je nu hiernaast ziet? Of wil je weten hoe je de digitale klok in de middag en in de avond moet aflezen? Dan kun je onze volgende video kijken. De digitale klok deel 2. Samenvattend, wat heb je nu geleerd? Ik kan de digitale klok aflezen in de ochtend. En ik weet hoe ik de kwartieren en halve uren moet aflezen op de digitale klok. Veel succes met oefenen en tot een volgende keer!